Zo, Guido Weijers. Was... Showtje. Hallo, goedemorgen. Het is vrijdag en we zijn net klaar met ontbijten. Althans, ik. Hun zitten nog te ontbijten. Ja. Want zij zitten nog te ontbijten. Ik moet nu naar de mondhygiëniste en daarna gaan we even lekker van het zonnetje genieten. Wat dingetjes halen en doen en regelen. En ja. En vanavond gaan we naar Guido Weijers. Masterclass geluk. Ik ga dan eventjes een dikke ragertje aan je geven voor hier te gebruiken. Ja. Dat je van de buitenkant kun je het er tussendoor doen. Ja. Ook via de binnenzijde. En voor de rest ziet het er eigenlijk rustig uit. Ja. Oh, het gaat vouwen. Nee, gewoon zo uitvouwen en dan op elkaar leggen. Hoe geld ik heb? Ja? Zet dat erop. Hoeveel was het? 201,44 euro. Woehoe! We zijn weer thuis en we hebben Jola de geld gestoord, naar de tandarts geweest en we hebben deze gekocht voor op Jola de nieuwe schoenen. Het was niet mijn keuze deze schoenen, maar ze wilde ze zelf heel graag. En toen kreeg ze gisteren natuurlijk heel erg last van haar tenen. Dus we hebben nu een gel petje gekocht voor hier tussen. Nou, ik ben benieuwd. Jol, ga maar even voelen hoe dat voelt. Of het nu minder pijn doet. Dit voelt echt pijn. Heb jij de Hornbach al gebeld? Nee, nog niet. Nee, dacht ik al. Zo, ik heb Jola afgezet bij de vader. Die is weer daar dit weekend. Dus ik ben eventjes daar in de buurt nu. Mijn auto aan het wassen. Althans, dat ben ik nog niet aan het doen, maar dat ga ik zo doen. Tada! Zo, ik heb er even een pakketje opgehaald. Ik vind dit echt zonde. Ik wil de zon in. Ik wil echt even genieten van het weer. En het is alweer 2:30. Echt, de tijd gaat zo snel. Dus ja, ik ga nu echt even de zon in. Nou, de bedoeling was natuurlijk dat ik in mijn bikini in de tuin ging liggen. Maar toen kwam ik thuis en toen was het de bedoeling dat we heel snel weer weggingen. We zijn nu onderweg naar de Hornbach. Ja! Wat je wel niet leuk vindt om te doen met 27 graden op een vrije dag. Dus we moeten de keukenplaat ophalen bij de Hornbach. En nou ja, misschien dat ik daarna nog de tuin in kan. Omdenken, schat. We hebben straks een super mooie keuken. We hebben een open dak. Er kan ons niks gebeuren. Heerlijk 27 graden. Ach, dat sowieso. Het super irritante van mooi weer in Nederland is dat je dus meteen het idee of gevoel krijgt dat je ervan moet gaan genieten. En dat vind ik echt vet irritant, want dat komt soms gewoon niet uit. Focus op de cirkel van invloed, schat. Benen zullen voorlopig nog even wit blijven. Alhoewel, nee. Want dit weekend gaan we namelijk wel echt de zon in. Dit weekend gaan we, morgen weet ik nog niet, maar zondag... We gaan sowieso morgen barbecuen. Oh ja, barbecuen. Met allemaal vrienden, bij ons in de tuin. Lekker in het zonnetje. En overmorgen zondag dus, dan gaan we lekker een boot huren met een hele zooi vrienden naar de Loosdrechtse plassen. Loosdrechtse plassen. Met de honden waarschijnlijk ook. Met de hondjes. Dus, ik ga dit weekend een weekendvlog maken. Dus dat betekent dat als jullie dit zitten te kijken op vrijdag, dat jullie zondag ook nog het weekend kunnen gaan zien. Kijk dan, Febo Drive. Heeft iemand van jullie hier wel eens wat van gehoord? Een Febo Drive? Een beetje ouder. Oh jee. Hierin. Hoog gooien weg. Ja, dat is wel een heftig. Oh ja. Nou, we zijn dus bij de auto. En het is een keer gebeurd dat we precies deze verf hadden. En dat we die gewoon zo in de auto hadden gezet. En toen hoorden we... En toen deden we de achterbak open. En toen lag dit helemaal vol. Helemaal vol met verf. Dat was echt heel erg. Zet hem nu echt goed vast, hè? Zeker. Nou, het gaat gebeuren, hoor. Het is 5:00 en ik kan eindelijk even liggen. Hey, petje.
masterclass geluk kunnen wij wel gebruiken. Ja, oeh, met de moeders. Oeh. Ja, dat moet ik ook meteen. Zo, Guido Weijers was super leuk. Echt heerlijk. Heel interessant. Nuchter en ja, gewoon. Het mooie duidelijk is, het zijn heel veel dingen die je eigenlijk al weet. Alleen hij brengt het heel gestructureerd. En ik word er zelf helemaal vrolijk van. Ja, gelukmomentje. Een geluksmomentje was het. Ze zijn niet zo snel. Oh, sorry. Onze moeders die lopen. Even nakletsen hoor. Purmerend. Wat een zwoele zomeravond. I love it. Drinken aan. Oh, ja. Eerst gaat er zoveel mogelijk om de kop te maken. Ja, zo. Zo, deze? Ja, gewoon de eerste. 1 hour later. Zo, goed zo. Hey, wij leren snel, hè? Ja. Heel snel. Zo, nog even snel gedag zeggen. Guido Weijers was echt een aanrader. Masterclass geluk, superleuk. Toch, schat? Ja, heel leuk. Heel leerzaam. Heel leerzaam en heel leuk. Niet leerzaam voor ons, want wij weten dat natuurlijk allemaal al. Alsnog wel leerzaam, want ja, herhaling is altijd goed. In ieder geval, wel trusten. Tot morgen. Nee, het is vandaag vrijdag. Maar zondag komt er wel weer een nieuw vlog online van het weekend. Dus tot zondag. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan zeker even. Fijne weekend. Doei.